Woensdagavond streden 42 teams in een redelijk drukke sporthal Sellersbroek om de eer tijdens het badmintonbedrijventoernooi. De Kamperen Badmintonclub organiseerde dit jaar alweer voor de 37e keer dit populaire toernooi. Berber Bouma, hoe staat het met de populariteit van badminton, of moet ik zeggen badminton in de gemeente Kampen? We zeggen meestal badminton. De populariteit is niet zo groot als bij het voetbal of het volleybal. Maar we merken de laatste maanden dat we wel vooruit gaan. We hebben een introductietraining gehad. Daar zijn nieuwe leden op gekomen. Onze jeugdtrainer doet het zo goed dat ook de jeugdleden weer een beetje toenemen. Dus in die zin gaat het heel goed. Hoe is dat zo ontstaan, op badmintonbedrijventoernooi? Het is heel lang geleden ontstaan. Dit is het 37e toernooi. Ik speel nu zelf 7 jaar badminton. Ik ben ook pas 34. Dus hoe het precies ontstaan is, dat durf ik niet te zeggen. Het is in ieder geval een toernooi waar heel veel bedrijven uit de gemeente Kampen en omstreken ook aan meedoen. En behalve bedrijven ook heel veel vriendengroepen of collega's. Ja, collega's zijn natuurlijk bedrijven. Familieleden die het leuk vinden om een keer te spelen. En het is een toernooi dat gewoon heel veel badmintonners trekt. Wethouder Herbert Spaan, vanavond binnen 5 minuten de tong al op de schoenen? Nou, dat valt mee. We hebben natuurlijk een flinke conditie als college, dus dat valt wel mee. Dit zijn de leukere klusjes voor u als wethouder? Ja, ik vind het mooi om bij te zijn. Enthousiasme van de mensen. En nou, het is een deal met de Topazaten. En nou, vanavond dan zijn we ook aanwezig omdat die deal gemaakt is. Als het nog geen verplichting zou zijn, was u er dan ook geweest? Ik denk het haast niet. Dus het is wel nou, daardoor heel mooi om deze avond sportief bezig te zijn. Teamspirit en gezelligheid zijn denk ik in dit geval belangrijker dan winnen. Ja, alhoewel iedereen gaat toch wel voor het winnen. Winnen is leuk. Maar het is vooral ook het gezellig samen spelen, een avondje uit zijn, collega's op een andere manier leren kennen. Op de werkvloer ga je toch anders met elkaar om dan in de sportzaal en met de rackets in de hand. Dus het is gewoon een leuk avondje uit, gezellig en toch ook wel een beetje winnen. Nou zie ik hier al stiekem een groot gedeelte van het college van BMW. Burgemeester kon er niet bij zijn, maar toch enkele wethouders. Hoe heb je die, om het heel plat te zeggen, zo gek kunnen krijgen? Dat ging eigenlijk vrij makkelijk, maar we zijn er wel heel blij mee dat ze er zijn. Ook al kon meneer Koelewijn zelf niet komen vanavond. We zijn naar de Topazaten geweest in dit voorjaar. En daar was een van de superdeals dat je het college van burgemeester en wethouders ergens voor kon strikken. En nou ja, we zeggen al, bedrijven en collega's, medewerkers willen we graag samen aan het sporten zetten. Hoe kan het dan mooier dan wanneer de burgemeesters en wethouders zelf ook meedoen? Het goede voorbeeld geven op sportief gebied. En natuurlijk ook onze club op die manier een beetje kunnen promoten. Wethouder Veldhoen, badminton, of je moet eigenlijk zeggen badminton, dat lijkt in volgens mij in meerdere opzichten op politiek. Klappen uitdelen, incasseren, verdedigen en vooral vallen en opstaan. Ik zou niet beter kunnen vertellen. Echt, klopt zo. Hoe is het met de conditie? Slecht. Ja. Dus er wordt niks vanavond? Nou, laat je verrassen. We zijn zwaar in het trainingskamp geweest. Eiber en ik. We missen helaas de burgemeester, maar we hebben Gerard Wessels uit de rek gehaald. Dus ja, laat je verrassen vanavond.